weer terug. Yeah. Iemand vraagt, op welke leeftijd willen jij en Ella kinderen? Wat verdien jij ongeveer per vlog, vraagt iemand. Ik zou eens zeggen, jongens. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video, dames en heren, jongens en meisjes. Wat een dag. Ik stond vandaag, zeg maar, ik kwam laat mijn bed uit. Maar ik kwam wel naar bed uit met een heel lekker gevoel. Weet je wel, vorige keer had ik dat ook al, zei ik ook al tegen jullie. Gewoon zo'n dag dat ik wakker word, ik denk van, oh ja, ik heb gewoon weer zin in vandaag. Weet je, bij mij is het sowieso vooral de ene dag, kijk niet dat ik dan zeg maar de ene dag een beetje depressief ben. Maar het is meer dat ik gewoon soms wakker word en denk van, oh ja, oké, ik ga wel dit doen. Ik ga wel dat doen. Maar vandaag heb ik weer zo'n dag dat ik denk van, ja, het is woensdag. Het is ook woensdag. Nee, jongens, allemaal zonder grappen. Het is een lekkere dag. Alleen het enige wat niet zo lekker is, is dat ik geen eten heb. Dus ik ga eventjes naar beneden, naar de FOMAR. En dan ga ik eventjes een lekker bakje kwark voor mezelf halen. Wat broodjes. Ja, dat eigenlijk. En dan ga ik lekker editen en een koffietje drinken. Zoals altijd. Eerst even boodschappen doen. Wat heb ik toch een lieve vriendin, hè. Ik ben nog steeds zo blij met deze trui. Echt een goed kleurtje. Ik weet niet of jullie het goed op beeld zien, maar het is wel echt een... apart gek kleurtje, maar het is wel een van mijn lievelingstruien nu. Ik stond gisteren met Gio in deze lift en er zit een bepaalde geur in deze lift. Waarschijnlijk is het een luchtverfrisser of een bepaald soort schoonmaakmiddel. En ik zei van, waarom doen we dit denken aan jou? Dat vroeg ik aan Gio, maar hij zei, hij ging ook zo ruiken. En dacht, dit is dus de oude geur van Gio's badkamer in zijn appartement. Maar ik dacht van, waar herken ik deze geur nou van? Maar het ruikt wel echt lekker, dus ik weet niet of het een luchtverfrisser of zoiets is. Of dat het gewoon schoonmaakmiddel is waarmee ze het hier schoonmaken, maar... Het ruikt echt goed. Ik heb echt een stomme gewoonte, jongens. Ik ga dus heel vaak zonder jas de deur uit. Kijk, dit hele kleine stukje, dat boeit niet zoveel. Bijvoorbeeld gisteren ook, had ik geen jas. En liepen we door die PC-hoofdstraat daar, maar het was echt super koud. Dus dat is niet zo fijn. En een beetje dom. Kipfilet, jongens. Altijd goed. En een lekker bruin broodje. Slagroom. En magere kwark. Oh ja, en ik heb nog bananen nodig. Perfect, jongens. Koffietje, kwarkje met banaan en een watertje. Beter ontbijtje is er niet, jongens. Waarom gaat mijn laptop niet aan? Wat is het nou voor raars? Oh, zo. Stel, mijn laptop doet het nu gewoon niet, dan kan ik dus gewoon geen vlog editen. En dat zou een beetje kloten zijn en dan hebben jullie geen video om naar te kijken. Ik ben dus nu weer aan het editen, jongens. En ik kom dit weer tegen van gisteren, want dit gaat dus helemaal vandaag van gisteren in de vlog. Maar kijk. Hij blijft wel echt goed, hoor. Oh. Kijk, jongens, weet je wat heel gek is? Ik heb dus echt soms mijn dagen, want... ja, ik weet niet, want Stefan zei dat ook laatst tegen mij. Ik heb een bepaalde... Ik kan heel makkelijk melodieën bedenken. Dus zeg maar, deze beat hebben we gewoon van een side beatstar. En ik kan heel makkelijk snel melodieën bedenken dat ik gewoon opeens... Zeg maar gewoon, dus alles wat Nicky hier zingt, zeg maar de melodie en zo, die had ik allemaal bedacht. En de tekst had ik allemaal geschreven. Maar soms vind ik het zo frustrerend, bijvoorbeeld zo'n nummer dat ik dan gisteren heb gemaakt, zeg maar eigenlijk meer voor Nick. Dan denk ik echt zo van... Kijk, tuurlijk is het allemaal voor de grap, weet je wel, maar... Dan soms zit ik in de studio en dan, dan zit ik echt allemaal te moeilijk te doen. Dat ik denk van waarom krijg ik nou geen tekst? Waarom lukt het nou niet? En dan zit ik hier gewoon met Nick een nummer te maken. En dan komt het echt gewoon, zeg maar, alles komt uit mijn mouw. De melodieën komen vanzelf. De tekst schiet opeens in mijn hoofd. Het is soms zo irritant, jongens. Ik heb eventjes het project geopend van gisteren. En ik dacht, ik ga ook een keer gewoon even dat stuk inzingen. Kijk hoe het bij mij klinkt. Maar ik moet zeggen, ik voel dit wel zo ergens. Aan de ene kant denk ik van, oh, dat zou nog best wel gewoon een serieus nummer kunnen zijn. Wat ik bijvoorbeeld zou kunnen uitbrengen. Want, jongens, kijk, dit is mijn stukje. Ik vind het echt wel een lekker vibe. Een soort van disco beat en een beetje hoge tonen en zo. Ik vind het wel dik eigenlijk. Kijk, hoor deze. Let even. Echt een hele hoge. Kijk, normaal gesproken hoor je het allemaal niet in de nummer, maar als je dat dan zeg maar bij elkaar doet. Wat doe je nou met mij? Ja, ik vind Sirius echt een dik nummer. Zie hier. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik ben aan het stofzuigen. Jongens, ik moet zeggen, ik was even mijn kamer aan het opruimen en ik was ook gelijk aan het stofzuigen. Maar als je eenmaal bezig bent met stofzuigen, dan is het wel gewoon prima te doen.
Het is ook een soort van satisfying als je die stofdingetjes zo woep allemaal weg ziet gaan. Leuk! Ik ben goed bezig geweest even. Ik ben lekker een wasje aan het draaien. Ik heb Rubens kleren in de droger gedaan. Ik heb even in huis stof gezogen. Zo. Nou, dat is fijn. Ik kan ook weer een beetje lopen op mijn kamer, want dat was ook helemaal vreselijk. Dus ik ga weer eventjes, computer of zo. De afgelopen dagen voelt het echt alsof ik hier zeg maar alleen woon. Willem die is volgens mij heel lang in Limburg geweest bij de Nick, maar die komt vanavond ook thuis rond een uurtje of 11. En Ruben is weer terug. Yeah. Lekker hè? Jij bent lekker in Parijs geweest. Ja, was top. Potjandori. Vorige keer dat ik en Ellen naar Parijs zijn gegaan, toen was Ruben daar op de beurs, moest hij draaien. En dat was hij dus nu weer aan het doen. En heb je leuke plaatjes gedraaid? Ik heb een hele mooie plaatjes gedraaid. Echt helemaal uit een dak gegaan. Ja, bizar, bizar. Ik begrijp het wel. Ik ben ook lang niet thuis geweest. Dat was niet een lange periode. Nee, hè? Nee. Ik ga morgen weer weg. Maar dat al zeker? Ja. Echt? Waarschijnlijk wel, ja. Maar wat ga je doen dan? Wij gaan morgen richting Spanje. Voor hoe lang weet ik niet, maar we gaan... Gio heeft daarna wilt gaan huis gaan bezichtigen. Oh. En hij vroeg of ik mee wilde. Dus ik dacht, ik ga mee. Ja, dan moet je even leuk kijken, toch? Toch? Fucking chill, jongens. Och, lekker naar Spanje. Ik moet wel, ik ga wel een beetje op mijn eten letten ook, hoor. Want, ja, zo duur als jou was. Ja, want zeg maar, na die 2 weken wintersport, zeg maar, eerst in de december zeg maar, naar Servaus. En toen met Stefan en Niek en zo. En met Rick. Pff, jongens, het enige wat je daar doet is schnitzels eten, bier drinken, shotjes. Hartstikke gezellig allemaal. Alleen mijn vetpercentage vind ik niet zo gezellig. Dus wel een beetje gaan opletten. Maar we hebben vanavond bezoek. Ja. Toch? Joris komt eten. Alexander komt eten. Pieter. Sonja. Karin. Thea. Madelief. Welke Madelief? nee, maar ding is. En wie komt Bas van Goins ook? Bas van Goins, ja. Bas van Goins? Nou, dan wordt de ex van Jade. De ex van Jade, ja. Die komt ook weer. Dat ooit in de wereld is gebracht, dat is zo'n raar iets. Maar goed. Ik vind het ook heel bijzonder. Het is bijzonder. Ja, echt heel bijzonder. Mannen! Wat een gezelligheid. Ik kan wel janken, hè? Ja. Oh, jij kan wel janken, ja? Dat doet niet goed, hè? Ja. Mooi bij. Zo fijn. Geef je ook les, of niet? Ja, nu. Aan jou? Een masterclass. Een masterclass. Koken met Ruben. Zo. Pas op, hè? Je leert je zoveel dat je niet weet wat je leert. Iedereen is er weer vandoor en ik ga lekker naar mijn kamer, jongens. Ik ga lekker in mijn bedje liggen. Ik moet alleen dit nog even van mijn bed halen. Voor de rest heb ik mijn kamer echt een keertje even weer een beetje schoon. Ja, dit moet ik dan even weggooien. Maar het is echt weer een keertje een beetje schoner dan normaal. En dat vind ik fijn. Ik heb net een Insta-story geplaatst waarin ik jullie vraag om een vraag te stellen voor mij voor in de vlog. En dat hebben jullie gedaan, jongens. Dus ik dacht, ik ga gewoon weer een keer leuke vragen voor jullie beantwoorden. Dat vinden jullie ook altijd leuk. Ik vind het lachen. Dus let's go. Zou je terug willen naar GTST? Vraagt Wesley. Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Ik zou denk ik niet meer elke dag echt erheen willen. Want toen ik inspeelde had ik een vaste rol. Dus ik moest gewoon maandag tot met vrijdag elke dag draaien. Dat weet ik niet of ik dat weer zou willen. Maar het zou me wel vet lijken om gewoon weer... een rol te krijgen, zeg maar. Want ik zit nu momenteel in de gevangenis. Dus Valentijn Sanders, mijn personage, zit nu in de gevangenis. Dus ik kan er nog ooit uitkomen. Dus GTST, als jullie dit zien, hit me up. Mis je brugklas. Ja. Brugklas was zo'n leuke tijd, jongens. Gewoon, daar begon een beetje alles voor mij ook deels qua, zeg maar, bekendheid. Ik vond het gewoon zo leuk. Leuke mensen, hele goede sfeer. En het was gewoon altijd gewoon echt heel gezellig. Dus ik mis brugklas. Jacob die vraagt aan mij, hoe lang ben je? En dit is wel een grappige, want eigenlijk is het een hele standaard vraag, maar ik wil hem toch beantwoorden. Want ik heb dus heel vaak met Creators of C, of als iemand mij in het echt tegenkomt, dat diegene zeggen van, huh, wat ben je eigenlijk klein in het echt? Maar ik ben 1 meter 80, ongeveer 1 meter 76, zo, tussen de 1 meter 76, 80 ben ik wel. Maar het is wel grappig, ik heb dat echt zo vaak, jongens. Oh, je bent echt kleiner in het echt. Dankjewel. Hoe voelt het dagelijks vloggen? Ja, het bevalt me serieus wel goed, jongens. Ik vind het echt leuk dat ik zeg maar, wat ik al eerder aan jullie heb aangegeven, om gewoon een soort van vastigheid te hebben. Dat ik gewoon elke dag weet, oké, ik ga mijn bed uit. Ik ga gewoon lekker editen en gewoon weer een leuke vlog voor jullie maken. En ik vind het gewoon leuk om alles vast te leggen. En dat is ook de reden waarom ik toen ben begonnen met weekvloggen. Omdat ik dacht van, ik vind het leuk om gewoon mijn leven te filmen en dat om jullie met jullie te delen.
Alleen toen was het weer zo dat een weekvlog totaal niet persoonlijk is. En uiteindelijk heb je weer eigenlijk helemaal niks gezien van wat ik heb gedaan. Dus ik dacht, ik ga gewoon dagelijks vloggen. Gewoon, en het is gewoon leuk dat je zo'n digitaal dagboek hebt. Ik kan dus elke dag straks terugkijken. Dat vind ik heel erg leuk. En ja, ik weet niet man, het is gewoon mijn hobby, het is mijn passie. Ik vind het veel meer leuk, dus... Het dagelijks vloggen bevalt goed. Maar bijvoorbeeld dagelijks vloggen, ook bijvoorbeeld zo'n dag als vandaag, heb ik heel veel andere dingen gedaan. Ik moest allemaal een beetje dingen regelen, ook voor mijn muziek. Ik heb eventjes wat gedaan voor de belastingdienst. Ik heb even mijn kamer opgeruimd. Het zijn allemaal geen interessante dingen om te filmen. Dus vandaar dat ik nu ook leuk een Q&A ga doen. Maar ja, dat soort dingen, dat soort dagen zitten er ook tussen. En dat heb ik al eerder ook een keer tegen jullie gezegd, jongens. Maar mijn dag kan niet alleen maar hoogtepunten hebben, zeg maar. Iemand vraagt, acteer je nog steeds naast het zingen en vloggen? Nou, eigenlijk nu niet. Ik heb denk ik bijna 1,5 jaar niet meer echt geacteerd, een rol gehad. Volgens mij was mijn laatste rol toen Misfit. En ik weet het eigenlijk niet. Ik zou het wel weer leuk vinden om een keer misschien te acteren. Maar ik denk dat ik... Klinkt misschien een beetje stom, maar ik denk dat ik voor heel veel films misschien een beetje te commercieel ben geworden als in. Omdat ik dus elke dag vlog en dat regisseurs misschien denken van ja, weet je, hij is misschien al zo van tussen zichzelf. Hij heeft zeg maar al, zijn gezicht is gewoon Vincent en mijn gezicht kan moeilijk nog een personage spelen. Omdat iedereen mij gewoon kent als Vincent, zeg maar, weet je, dat je dus commercieel bent geworden. Maar ja, het lijkt me echt wel weer een keer leuk om te acteren, maar ik denk ook... Eerlijk gezegd ook wel dat ik een beetje in de tussenfase zit, zeg maar. Ik kan net ook niet in die romcom spelen zoals Fuck de Liefde bijvoorbeeld, omdat daar nog eens van te jonge koffer heb. Maar ik kan ook geen jongetje van 16 meer in de brug kan spelen. Dus ik zit een beetje in een periode dat het een beetje lastig is. Wanneer verwacht je samen te gaan wonen met Ella? Dat weet ik eigenlijk nog niet. Over 1,5 jaar is het huis klaar in Amsterdam-Noord, wat ik heb gekocht samen met Ruud. Maar dan wordt het gewoon kijken, gaat Ruben erin, ga ik erin. En als ik erin ga, ga ik dan ook weer kijken, willen Ella en ik al samen wonen, is het wel goed om... op een jonge leeftijd, want dan ben ik 22, 23, Ella die is dan ook iets van 20, zeg maar, om dan te gaan samenwonen. Is dat wel gezond? Is dat nu wel, moeten we dat wel doen? Dat zijn allemaal dingen waar we dan naar gaan kijken. Maar ik denk wel serieus dat Ella en ik wel goed kunnen samenwonen. We liggen heel erg op één lijn. Ja, we hebben ook nooit, zeg maar, gezeik. Ook als bijvoorbeeld Ella is bijvoorbeeld echt soms van donderdag tot en met zondag hier. En ik heb geen enkel moment dat ik dan echt denk van, oh, weet je, ik wil even lekker alleen zijn. Of, ik denk wel serieus dat we echt goed kunnen samenwonen. Dus wie weet, jongens. Iemand vraagt, op welke leeftijd willen jij en Ella kinderen? Ik heb hier dus wel echt over nagedacht. En niet dat ik over na heb gedacht over of wij kinderen nu al willen nemen. Maar ik heb wel gezegd, ik ben al zeg maar sinds mijn 18e ben ik echt aan het leven. En met leven bedoel ik gewoon lekker uitgaan. Ik doe lekker mijn ding. Ik verdien mijn geld. En tuurlijk, zeg maar, ik wil echt pas kinderen als ik financieel er echt klaar voor ben. Als ik een mooi huis heb gekocht. Als ik gewoon alles heb gesetteld. Dan wil ik kinderen. Maar ik zat een beetje gewoon in mijn hoofd over na te denken. Stel nou op mijn 23e breek ik per ongeluk door met muziek. En heb ik heel veel shows. En dan, zeg maar, dan ga je daarheen en dit doen, uitgaan, gek doen, weet je wel. En dat doe je dan zeg maar 3 of 4 jaar lang. Bijvoorbeeld van 23 tot en met, 27, 26. En dat ik bijvoorbeeld rond mijn 27e denk van, nou weet je, ik heb allemaal leuke dingen gedaan. Ik heb gek gedaan, ik ben op vakantie geweest, veel, allemaal dat soort dingen. Dat ik dan bijvoorbeeld aan kinderen wil beginnen. Dus een goede leeftijd, laten we zeggen 26, 27 als het financieel mogelijk is. Dat sowieso. Iemand vraagt, je verdien je als YouTuber en acteur genoeg geld om je appartement af te betalen? Nou, sowieso, dit hoef ik niet af te betalen. Dit is een huurappartement. We delen het sowieso met z'n drieën, dus het is echt wel goed te doen. Alsnog is het wel duur. Maar ja, ik kom dus wel rond. Ik kan mijn auto betalen, die heb ik gewoon in één keer afbetaald. Dus er zit geen lease of zoiets op. Alleen verzekering en zo, maar dat kan ik allemaal betalen. Ik kan mijn huur betalen. Maar ja, kijk, inkomsten vanuit acteren heb ik momenteel niet. Omdat ik niet acteer, dus dat is best wel logisch. Maar inkomsten vanuit YouTube, gaat prima. Zeg maar, het is leuk. Maar stel nou iemand met een, zeg maar, gewoon een goede normale baan. Die verdient sowieso meer, momenteel. Omdat mijn YouTube views, zeg maar, zijn nog niet dusdanig hoog. Dat ik inderdaad net als Gio allemaal gekke auto's kan kopen en dat soort dingen. Maar ik heb ook gewoon natuurlijk gewoon nog mijn Insta. En daar bijvoorbeeld sponsordeals op. En dus zeg maar, om geld hoef ik me op het moment niet zorgen te maken. En ik weet dat echt voor mijn leven, dat daar ben ik zo blij mee. En ook heel erg dankbaar voor, ook mede dankzij jullie. Dus dat sowieso. Iemand vraagt, wat wil jij dit jaar bereiken? En ik weet het niet. Ik heb zeg maar elk jaar eigenlijk hetzelfde wat ik wil bereiken. Ik wil eigenlijk gewoon doen wat ik wil. Als in gewoon spontane leuke tripjes. Bijvoorbeeld zoals morgen gaan Gio en ik uit het niets. We hebben dat echt net bestoten. Het is momenteel 10:30. Maar morgen om 4 uur vliegen wij naar Alicante, naar Spanje voor 3 dagen. Superleuk. Maar gewoon dat soort dingen. Gewoon lekker
Dat is wat ik wil bereiken. Gewoon dat ik gewoon mijn geld kan verdienen met de dingen die ik leuk vind. Zoals vloggen en muziek maken. Want iemand vroeg laatst aan mij van... Ja, wat doe je eigenlijk zeg maar buiten video's maken zeg maar en muziek maken? Wat zijn nou eigenlijk je hobby's? Maar precies wat ik nu doe, gewoon letterlijk voor de camera zitten tegen jullie praten. Dat is ook oprecht mijn hobby. En muziek maken. Ik maak gewoon... Eigenlijk wel elke dag ben ik wel bezig met muziek. En ook zoals gisteren, in de vlog van gisteren, weet je wel. Dat we dan gewoon voor de grap een nummertje gaan maken, weet je. Dat soort dingen. Ik ben gewoon altijd, het is gewoon echt mijn hobby. Dat vind ik gewoon heel leuk om te doen. Maar wat ik echt wil bereiken is dus inderdaad geld verdienen met de dingen die ik doe. Veel sparen. Ik wil dit jaar gaan sparen. Want ik weet van mezelf dat ik gewoon veel uitgeef. En het is niet slecht, hè. Want zeg maar, op deze leeftijd moet je ook gewoon lekker inderdaad gewoon dingen doen die je leuk vindt. Weet je wel, dus daar ja, dat is niet per se slecht, maar het is wel handig ook als het huis straks in Amsterdam-Noord af is, dat je gewoon een goede spaarrekening hebt, zeg maar, dat je een mooie keuken kan betalen en dat je alles gewoon een beetje goed kan afbetalen en misschien zelfs al veel kan inleggen of kan afbetalen. En wat ik dit jaar echt wil bereiken, jongens, is gewoon heel veel muziek uitbrengen, shows gaan doen, jullie blij maken met mijn muziek en gewoon op grote podium staan, jongens. Dat lijkt me zo dik en zo eng tegelijk. Ik kan er nu trouwens ook nog niet over nadenken om bijvoorbeeld op een fucking groot podium te staan en dan Dief in de Nacht te gaan zingen of zo, weet je. Dat lijkt me zo eng. Vooral als de eerste keer en ik weet zeker dat als ik het eenmaal een paar keer heb gedaan, dat ik het echt fucking leuk ga vinden. Wat verdien jij ongeveer per vlog, vraagt iemand. Ik zou eerst zeggen, jongens, maar ik ga jullie vertellen, dat valt echt reuze mee, jongens. Kijk, ik denk dat ik zeg maar per vlog, als het een beetje een vlog is van tussen de 15 en 20k, dan verdien ik misschien 40 euro, 30 euro volgens mij, zoiets. Dus het valt eigenlijk wel mee. En tuurlijk is het gewoon lekker meegenomen, weet je, omdat ik het natuurlijk ook, het is gewoon mijn hobby, dus ik... Voor mij voelt het niet als werk. Dus dat is sowieso top dat ik daar ook gewoon nog mijn geld mee verdien. Maar het valt nog mee. Nou jongens, dat waren weer genoeg vragen voor vandaag. Ik ga lekker mijn bedje in. Want morgen weer een nieuwe dag. Want morgen gaan Gio en ik gewoon richting Spanje. En oh, wat heb ik daar zin in. We vliegen vanaf Eindhoven. Dus ik ga morgen eerst nog even in de ochtend. Moet ik nog even wat opnemen voor campagnes. Dan ga ik richting Gio. Zet ik mijn auto bij Gio neer. En dan gaan we samen richting Eindhoven en dan gaan we naar Alicante. Dus dames en heren, jongens en meisjes, vergeet niet te abonneren, want de abonnees stijgen echt, jongens. En daar ben ik zo blij mee. Maar goed, ik zie jullie morgen om 6 uur bij een nieuwe vlog. Doei doei!